Frank, 4-1 is geen stand die recht doet aan de verhouding op het veld, denk ik. Nee, ja, nou ja. Kijk, we maken de kans. Halve kans schieten ze binnen. Ze hebben geluk met de eerste met 1-0. Met een verrichting veranderd volgens mij. Dus dat is voor hun wat lekker. Eerst zelf konden hem makkelijker de vrije man vinden. Alleen wij konden ook gewoon zelf voetballen. En altijd heel erg lastig. Ja, dan maak je nog de 2-1. En dan hoop je nog misschien nog een kantje. En dan, ja, met geluk alleen, ja, hun komen op de counter maken in 3-1 en 4-1. Ja, dan, ja, zuur. Geknokt en verloren. Ja, zeker. We hebben voor elke meter gevochten en we hebben voor alles gegeven. En we hebben het voor hem heel erg moeilijk gemaakt. Voor me hoorde ik David al zeggen in de wedstrijd van poepoe. Dus we hebben ze ons voetbal op de mat gelegd. En, met twee eigenlijk dezelfde speelstijlen. En dan zie je dat je een heel erg leuke wedstrijd kan zien. Ja, dan zie je ook dat in de omschakeling Vitesse razend gevaarlijk kan zijn. En dat ze uiteindelijk twee erin prikken. En dat het eigenlijk ook veel eerder kunnen gebeuren al. Ja, inderdaad. En dat is een spelletje een beetje. Als ze de bal bezit hebben, willen ze rondspelen. En als ze niet de bal hebben, zakken ze wat in. En dan op de counter, dat zie je, daar zijn ze levensgevaarlijk in. En, dat wisten we. Alleen ja, we wouden ons eigen spel op de mat leggen. En dat is de enige manier, denk ik, dat je van Vitesse heel erg moeilijk kan maken. En dat heb je denk ik vandaag ook gezien. En dan loop je, ondanks grote cijfers, toch enigszins met opgeheven hoofd de kleedkamers in? Ja, zeker. We zeiden van tevoren al wat er gebeurt. Je weet dat Vitesse twee grote uitslagen hebben neergezet. We wouden gewoon sowieso dat goede gevoel vasthouden. Ik denk dat ondanks de uitslag dat we toch een goed gevoel over kunnen houden aan deze wedstrijd. Dan stond je achtste en dan kijk je ook naar deze tegenstander. Dan kijk je misschien naar de subtoppers. En dan zou je bijna vergeten dat promovendus Willem II de komende weken de echt belangrijke tegenstanders gaat ontmoeten. Ja, maar ja, tegenwoordig weet je nog nooit in de competitie, dus Heracles slaat er wel voor mijn laatste. Maar ja, dat is ook een hele laatste wedstrijd daar op het kunstgras. Dus, ik heb nog nooit een makkelijke wedstrijd daar gehad. In de Eredivisie heb je eigenlijk geen makkelijke wedstrijden meer. Teams komen steeds dichter bij elkaar. We moeten gewoon voor elke wedstrijd knokken en laten zien wat er waard zijn. En dan... Je ziet het niet als een hele belangrijke reeks die er nu aankomt tegen de degradatiekandidaten? Nee, niks. Je moet gewoon per wedstrijd kijken. We kunnen wel vooruit kijken. We zeggen van deze 3-4 wedstrijden moet je winnen. Ja, maar als je er dan maar 1 of 2 wint, dan gaat het in je kopje malen. Dat moet je niet doen. Je moet gewoon per wedstrijd kijken. En, nu is de Heracles aankomende wedstrijd en daar kijken we naar. We kijken niet verder dan Heracles.